Kaart in Japan, Canada, Hongarije en Frankrijk. De geliefden, waar u nu al naar kijkt, werd opgenomen in het casino in Den Bosch. Mevrouw de Heks? Ja, mevrouw de Heks, komt u even. Wat is er? Komt u even, mevrouw de Heks? Hey amigo, til naar portemonnee. Waar zijn we? Een ogenblikje, portemonnee, mevrouw de Heks. Ja, kom nou. En vraag nou niet steeds waarom. Want er zitten daar, mevrouw de Heks, een heleboel mensen. En ik weet helemaal niet precies wat voor mensen het zijn. En samen met u, mevrouw de Heks, ben ik nog altijd het beste in het leggen van contacten. Hier, kijkt u zelf maar. We worden bestudeerd, mevrouw de Heks. Ze zijn er helemaal voor gaan zitten. Misschien, mevrouw de Heks, misschien zijn het wel koppensnellers. En we kunnen niet meer terug? Nee, we kunnen niet meer terug. Laten we dan op onderzoek uitgaan. Goed. Goed, mevrouw de Heks. Maar we spreken wel één ding af. We blijven heel dicht bij elkaar. Er zal niet veel anders op zitten. Nee, daar heeft u gelijk in. U moet me dat niet kwalijk nemen, mevrouw de Heks, dat ik dat soms vergeet. Dat vindt u toch niet erg, of wel? Integendeel. Ha, mevrouw de Heks, wie had dat nou ooit gedacht? Dat wij nog levend het land zouden bereiken. Maar we zijn er nog niet. Nee, we zijn er nog niet. Maar stapje voor stapje moet dat toch vast en zeker wel lukken. Ze kijken wel erg argwanend, vindt u niet? We moeten proberen, mevrouw de Heks, door deze barrière heen te breken. Deze taalbarrière. Maar we moeten het, mevrouw de Heks, dat staat nu al vast. We moeten het heel verstandig aanpakken deze keer. Hè? Luister, hè? Als wij nou een eerste poging wagen. Als ik nou een eerste poging waag. En het zouden toch koppensnellers blijken te zijn. Dan kunnen we daarna nog altijd met handen en voeten uitleggen dat ik hele goede bedoelingen heb. Is dat goed? Ja, goed. Welke nationaliteit? Aha, zie je wel. Ze spreken onze taal niet, mevrouw de Heks. Hé, hey, en nu plotseling weer wel. Het is geloof ik, mevrouw de Heks, een heel wisselvallig volkje. Misschien, mevrouw de Heks, misschien verwachten ze wel dat we ze geschenken zullen aanbieden. Maar we hebben niks. Nee, we hebben niks. Of zal ik mezelf aanbieden? Dat zou ik nu nog niet doen. Misschien, mevrouw de Heks, misschien verwachten ze wel dat we ze spiegeltjes zullen uitdelen.
Maar dat hoop ik persoonlijk in vredesnaam van niet. Want als er één ding is dat tijdens een schipbreuk sneuvelt, dan zijn het de spiegeltjes wel. Wat, mevrouw de Heks, dat hebben wij toch aan de lijve ondervonden, u en ik? En dat je ook tijdens een ramp of dat soort dingen, dan heb je ook spiegeltjes helemaal niet meer nodig. Dan hoef je alleen nog maar naar de ander te kijken en dan weet je al precies hoe je er zelf bij staat. Of misschien valt het ook allemaal nogal mee en kijken ze gewoon de kat uit de boom. Aha. Maar dat opent werkelijk hele nieuwe perspectieven. Hoezo? Nou heb ik natuurlijk wel iets om aan te bieden. Om ze gunstig te stemmen. Want u die daar vooraan zit. Ja, u mevrouw. Dat leidt geen twijfel. U bent natuurlijk vast en zeker het stamhoofd. Hier, stamhoofd, neemt u deze gave van mij aan. Mevrouw de Heks, als u hem nog heeft, dan zal ik het woord doen. Alsjeblieft, stamhoofd, neemt u deze gave van mij aan. U moet maar zo denken, stamhoofd. De kokosnoot is als de wijze. Hij kleedt zich grof, maar verbergt juweel binnenin. U gaat geen toespraak houden. U gaat niet vragen van vreemdeling, waar kom je vandaan? Wat zijn je ervaringen? Waarom ben je aangespoeld? Of dat soort vragen die toch voor de hand liggen, dat gaat u allemaal niet vragen. Nee, dat ik u dat kwalijk neem, hoor. Maar ik had er eigenlijk wel een beetje op gerekend. Maar goed, dan moet u mij ook niet kwalijk nemen dat ik mij nu weer onmiddellijk achter het zand terugtrek. En want mijn familie, mevrouw de Heks, dat moet u toch toegeven, mijn familie is erg nieuwsgierig waar we zijn terechtgekomen. En ik kan zeggen dat het allemaal op het eerste gezicht in orde is. Hè? Goed, laat ik dat dan doen. Goed, of heeft u nog iets te vragen, mevrouw de Heks? Ja, maar dat kunt u ook wel zelf wel vragen. Nee. Nou goed, dan. Mevrouw de Heks, die zou graag van u willen weten of u dit hier nou allemaal hebt laten bouwen om ons hier te zien aanspoelen. En ik persoonlijk zou graag van u willen weten wat u gedaan zou hebben als ik een eindje verderop was aangespoeld. Maar goed, ja. Dit zijn vragen die komen zo in me op. Goed, er komen nog steeds mensen te laat binnen. U bent te laat. Mogen wij hier reeds aanwezig ook weten waarom? Nee, want ik wil niet onbeleefd zijn. Ik wil niet werkelijk niet ongastvrij ontvangen. Maar ik kom hier net aangespoeld. Na een vreselijke strijd op de zee. Precies op tijd. En u in uw comfortabele voituur, u bent te laat. Ik ben hier namelijk net aangespoeld en ik wil het nog wel een keer doen als u dat... Maar goed, stamhoofd, we laten het hierbij. Hartelijk dank voor de spontane ontvangst. Het was werkelijk hartverwarmend. Ik wil u... Doet u maar geen moeite, want dit is toch alleen maar mosterd na de maaltijd. Nee, maar u mag ook best hierheen komen als u dat wil. Maar dan moet u wel genoegen nemen met een heel klein plaatsje. Want mijn kist is niet groot en de familie neemt al even ruimte in beslag. Maar u mag best hierheen komen als u... ik zie het al. Het zijn kinderen geweest. Precies, mevrouw de Heks. Dat hoef je tegen kinderen natuurlijk maar één keer te zeggen. Maar hoe vaker ik het tegen u zeg, hoe moeilijker het wordt. Dus ik hou wijselijk mijn mond en trek mij terug. U blijft gewoon zitten. U zult het wel zo gepland hebben voor vanavond. Ja, maar je kunt... Mevrouw de Heks, ik wil me niet aan deze mensen opdringen. Je kunt het toch... Ik wil het wel proberen als u dat wil. Mevrouw de Heks heeft een goed idee en misschien dat u het met haar eens bent. Zou u het een goed idee vinden, dames en heren, als ik mijn familie, nou laat ik zeggen, tot hier zou verplaatsen? Oh, dat wel. Het is gemakkelijker dat ik bij u kom dan u bij mij. U zit behoorlijk vast, ja. Maar dan moet ik wel even een touw, want mijn koffer is erg zwaar. Als u even allemaal uw schoenveters uit uw schoenen haalt. Dan als de rijken onder u daar nou mee beginnen, dan kunnen die ook een keer de eindjes aan elkaar knopen. Oh, maar kijk. Waar? Kijk daar. Oh, kijk daar, mevrouw de Heks. Kijk nou. Kijk nou, wat... Oh, kijk. Een touw. Als het nou maar lang genoeg is. Dat is het zeker. Hoezo? Anders zou het er niet liggen. Oké, mevrouw de Heks. Daar heeft u gelijk in. Goed, dan geef ik dit touw door aan u. Dan geef ik dit touw door aan u, substamhoofd.
U geeft dit al, u neemt het aan en u geeft het door naar achter. Substamhoofd, doe uw plicht. Trekken maar, trekken! Trekken! Want er moet behoorlijk aangetrokken worden vanavond, dat is nu al duidelijk. Trekt u maar! Hup, trekken! Hup, trekt u nou! Trekken! Oké, verder nog, nog verder, nog verder. Men moet... Oh, stop, 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 stop. Oké. Mag ik het weer even terug? Wat hechten jullie je toch snel aan de dingen? Goed, dan maak ik hier de touw vast, mevrouw de heks. Oké, zo. Nou, je moet wel één ding goed begrijpen. Je moet één ding goed begrijpen. De familie mag niks overkomen. Als de familie iets overkomt, kunnen we het voor vanavond wel vergeten. Precies, mevrouw de heks. Oké. Op een teken van mij wordt er getrokken. Goed. Trekt u maar. Ja, trekt u maar. Het gaat niet vanzelf. Trekt u maar. Trek dan. Hup, trekt u maar. Oh, stop, stop, stop. Terug, terug. Nee, ik herinner me plotseling. Ik moet eerst even de familie inlichten dat er wat gaat gebeuren. En liefst nu niet trekken, hè. Hey, amigo. Stil maar, portemonnee. Waar zijn we? Wat voor mensen zijn het? Het zijn hele aardige mensen. Maar zijn we een ogenblikje, Frederik? Blijf rustig, blijf rustig. Het zijn hele aardige mensen. Oké, trekt u maar, trekken. Trekt u maar, ja, heel goed. Trekt u, trekken. Ja, oké, stop, stop, stop. Touw nu helemaal slap. Helemaal slap. Want u begrijpt, mevrouw de heks, ik wil me dit niet laten ontgaan. Nog niet trekken. We moeten eerst even onze positie innemen, mevrouw de heks. Als u nou even een oogje in het zeil houdt, dan kan er niks gebeuren. Mevrouw de heks geeft het teken en dan wordt er getrokken. Mevrouw de heks, ik ben klaar. Hé, hey, jongeman. Wat is er, mevrouw de heks? Kijk, daar is. Waar? Daar. Hé, te gek. Daar staat een man. Ja. Kijk nou, mevrouw de heks. Hij gooit allemaal zoutklompjes in de zee. Ja. Vast en zeker een pessimist. Zullen we maar niks vragen, mevrouw de heks? Trekt u maar, trekken. Touw strak houden en trekken, trekken. Trekt u maar, ja, heel goed, heel goed. Fantastisch. Zo. Ze bidt. Ze bidt voor de behouden aanspoeling. En we hebben nogal wat achter de rug, dus dat kan nog wel uren duren. Maar goed, daar moet je altijd respect voor hebben. Voor de heks. U was in slaap gevallen. Ja. Ach, mevrouw de heks, van te veel bidden kun je op den duur in slaap vallen. Alles met mate, dat zou u toch nog beter moeten weten dan ik. En bovendien, u bent erg moe, mevrouw de heks. En ik stel het volgende voor, u gaat onmiddellijk slapen. Goed, oké. Okay. In de kist? Nee. Waar dan wel, mevrouw de heks? Ah, natuurlijk. In de palmboom. Ach, want u vond het toch al zo vervelend dat uw eigen boom niet mee mocht op reis. Maar dat u nog eens in een palmboom zou slapen, dat had u toch nooit durven dromen? Nee. Maar ik gun het u van harte, mevrouw de heks. Want ik moet u eerlijk zeggen, zonder u zou het allemaal heel anders zijn afgelopen. Zonder u, mevrouw de heks. Ik ben heel erg blij dat u uiteindelijk toch bent meegegaan. En ik moet u ook dit zeggen. De familie heeft zich werkelijk heel kranig gedragen. Vindt u dat nou ook niet? Ja. Vooral uw zoon Groot ook, mevrouw de heks, heeft het heel erg moeilijk gehad. Mm-hmm. Maar het is tenslotte ook uw zoon. Mm-hmm. En u, mevrouw de heks. U heeft ook een heel nieuw contact gehad met meneer de koning. Hij praat veel. Ja, hij praat veel. Hij heeft een groot verstand. Mm-hmm. En een verstand, mevrouw de heks, dat voelt zich niet op zijn gemak als het niet praten kan. Naar bed. Naar bed. Je gezicht is helemaal nat. Ja, dat is toch niet zo erg. Zal ik het afdrogen? Met uw jas? Mm-hmm. Als u dat wil. Dat wil ik. Sluit je ogen. En? Heerlijk, mevrouw de heks. Dat u dat allemaal voor mij wilt doen. Niet praten. Niet altijd praten. Hé, heksje. Wat doe je nou? Hé, wat doe je?
heeft u nog nooit eerder gedaan, mevrouw de heks. Nee. Naar bed. Naar bed. Kijkt u even of alles in orde is? Alles is prachtig. Goed. Nou, slaap lekker. Ja. Wat ga jij doen? Dat weet ik nog niet, mevrouw de heks. Dat hangt natuurlijk ook een beetje van de mens af. Maar zoals het er nu uitziet, maak ik het niet erg laat. Nee. Laat u maar, ik red me wel. En je verhaal? Mijn verhaal, mevrouw de heks. Waarom moet je daar nu over beginnen? Mijn verhaal. Uitgerekend nu. Mijn verhaal, daar begin ik morgen aan. Dat zeg je altijd. Morgen, mevrouw de heks. Morgen is er weer een dag. Weet je dat wel zeker? Jongeman? Nee. Niet echt. Slaap lekker. U moet me niet kwalijk nemen dat ik niet gelijk weer van wal steek. Ik wil eerst even een beetje tot rust komen. Als u dat niet erg vindt, een beetje mezelf terugvinden. Na alles wat er gebeurd is, is dat toch het minste wat u me kunt toestaan. En bovendien moet ik ook eerst mijn familie een beetje frisse lucht geven. En dan kan ik gelijk eventjes de gelegenheid gebruiken om u aan mijn familie voor te stellen. Of heeft u er geen behoefte aan om mijn familie, laat ik zeggen, van dichterbij te ontmoeten? En vooral ook mijn Frederik de Vogel, die hoopt maar dat we in het zuiden zijn beland. En die boom doet er wel enigszins aan denken. Maar als ik naar u kijk, dan weet ik het zo net nog niet. Maar goed, hij moet het zelf maar met zijn eigen ogen aanschouwen. Hij heeft namelijk nogal wat problemen met zijn vrouwtje achter de rug, maar dat speelt al jaren. Hij blijft ermee bezig. Hij moet het aan iedereen kwijt, dus hij zal dat zeker aan u vertellen. Maakt niet uit aan wie hij het vertelt, als hij het maar kwijt kan. Wacht even. Frederik, ja, zijn we in het zuiden? Ik weet het niet zeker, Frederik. Hé, amigo, wat is de portemonnee? Kan ik even kijken waar we zijn? Ogenblikje. Eerst gaat Frederik. Ja, ik ga eerst, want voor mij hangt mijn toekomst ervan af. Als mijn vrouwtje er is, zal ik eerst even kijken. Allemachtig, wat een schuimkoppen. Frederik, de zee is aan die kant, hoor. Oh jeetje, nou zie ik het. Allemachtig, het zijn mensen. Mensen van vlees en bloed. Dan sta ik even met mijn bek vol tanden. En dat is voor een vogel niet zo'n prettige gewaarwording. Frederik de Vogel is mijn naam. En nu u weet dat ik een vogel ben, zult u misschien verwachten dat ik opvlieg. Kunt u lang wachten, gebeurt niet. Frederik de Vogel heeft veel te lang in een kooitje gezeten en vleugeltjes afgevallen. Hier geldt namelijk de ijzeren wet. De ijzeren wet die zegt, wat je niet gebruikt, valt af. Heren. Want mijn vrouwtje had nog wel vleugeltjes, mijn vrouwtje nog wel. En een paar jaar geleden ging ze plotseling op trektocht. En ik ben er nog een tijdje achteraan gerend. En toen ben ik toch maar weer naar huis gegaan, want toen bedacht ik me, ik heb nog nooit van mijn leven een vogel lopend op trektocht zien gaan. En ze is nog steeds niet terug. En toen dan ook de mogelijkheid kwam om per schip naar het zuiden te gaan, heb ik die mogelijkheid natuurlijk met beide, nou ja, in ieder geval aangegrepen. Heeft u misschien mijn vrouwtje gezien? Ze ziet eruit als ik, alleen dan met vleugeltjes. Niet gezien? Hai, wat een verdriet. Wat een teleurstelling, toch steeds weer opnieuw. Steeds weer opnieuw diezelfde wanhoop. Ach jongen. Steeds maar weer opnieuw hetzelfde sentimentele verhaaltje. Al jarenlang. Ze is dood. Als een vogeltje niet terugkomt in mei, is het voor altijd en eeuwig voorbij. Ik zal zelf wel eens even kijken waar we zijn terechtgekomen. Wat voor mensen het precies zijn. Ik heb tot in één ogenvlag gezien. Ah, als ik het niet dacht, hè? Het zijn Hollanders. Hier valt nog wel wat zwart geld te verdienen. Hou nou je mond, portemonnee. Begin niet gelijk over geld te zeuren. Je kent die mensen nog niet en al begin je al. Ik wil het eenvoudig niet meer hebben. Nee, je moet me dat nou niet kwalijk nemen dat ik hem zo onderbreek. Maar de portemonnee is de laatste tijd erg negatief. Erg negatief. Och jeetje, Pietje de Rups. Och nee toch. Oh godzijdank, hij leeft nog. Och. Want Pietje de Rups, dames en heren, hij wou mee. Ik heb hem echt niet gedwongen, hij wou mee. Ik zei, Pietje, zou je dat nou wel doen, een rups op zee mee? Maar hij wou mee. Nou heeft het ook heel erg moeilijk gehad, Pietje de Rups. Maar hier, Pietje, kijk eens, jongen. Hier kan je rustig eventjes een eindje wandelen. Hè? Kom maar even zo. Oh, wat heerlijk voor jou, hè? Wat is dat toch heerlijk voor jou, hè? Doe maar even rustig, je hebt het ook zo lang moeten ophouden. Oh, wat moet dat heerlijk zijn voor jou, Piet. Zo, nou, lucht terug. Huppelijk, niet te wild. Nee, Pietje, niet alles ineens. Hè? Morgen is er weer een dag.
En toch heerlijk, hè, Pietje, wat vaste grond onder de elementjes, hè? Nou, gaan we mooi bij de rest van de familie zitten. Gaan we mooi bij de portemonnee zitten. Waarom altijd bij mij? Wees jij maar eens een beetje aardig tegen Pietje de Rups portemonnee. Want je bent de laatste tijd erg onaardig tegen Pietje de Rups. En ik weet wel waarom. En u hoeft niet alles te weten. En u zult bovendien ook niet alles te weten komen, want ik vond het toch gemeen van mevrouw de heks dat ze daar net over... Je verhaal, mijn verhaal, het moet duidelijk zijn aan u allen, mijn verhaal is niet af. Ik had dit natuurlijk nooit moeten doen. Ik had gewoon thuis moeten blijven, dan was mijn verhaal al lang afgewezen. Het is mislukt. Want dat kan ik niet ontkennen, ik wil al heel erg lang een verhaal maken. Dat wil ik ook niet ontkennen. Een verhaal over de liefde. En ik wilde in dat verhaal natuurlijk ook de hoofdrol spelen. En niet alleen natuurlijk. Maar ik was het eigenlijk al door de dagelijkse beslommeringen weer volkomen vergeten. Tot ik op een ochtend die krant met al die vreselijke berichten zit te lezen. En lezend in die krant komt dat verlangen weer bij me terug. Ik krijg het onherroepelijke gevoel, ik moet er iets aan toevoegen. Iets tegenoverstellen, al is het in het begin alleen maar voor mezelf. En toevallig in diezelfde krant valt mijn oog op een advertentie om voor een zacht prijsje een zeereis mee te maken. En ik dacht, de zee en de liefde, dat lijkt mij wel wat. Dat werkt misschien inspirerend. Eerlijk gezegd moet ik u bekennen dat ik dacht, één keer op zee komt alles wel vanzelf naar boven. Goed, in ieder geval, ik boek deze reis en de juffrouw zegt, meneer, u heeft geluk, het is de laatste cabine. Het is wel een cabine vlak naast de machinekamer, maar na een tijdje hoor je dat niet meer. En ik vol vertrouwen geboekt. Opschieten, mijn koffers pakken. Op de valreep in mijn haast maak ik die koffer open waar mijn familie... Nou ja, we hadden wel een soort regeling getroffen een aantal jaren geleden. Waar ze toch al een aantal jaren een rustend bestaan in leiden, in die koffer. Ik open deze koffer en tot mijn grote verbazing heeft de familie in al die jaren niet stilgezeten. Integendeel. We hebben kennelijk in het geheim, in het geniep, in het donker als in het onbewuste... van allerlei toestanden zich in die koffer afgespeeld. Ik zie tenminste op het eerste gezicht al één familielid wat ik nog nooit eerder gezien heb. En ik zie de portemonnee wat schuldig kijken. En die zegt, hey, amigo, een portemonnee wil natuurlijk ook wel eens wat. Geen kwaad woord over mijn familie, hoor. Ik zal het met mijn handen laten zien. De portemonnee met... Oké, in ieder geval zand erover, een gelukkig weerzien. En Frederik de Vogel, altijd erg belangstellend, en zegt... Jongeman, waar ben je toch al die tijd geweest? Ik heb je zo gemist, ik heb zo naar je verlangd, ik heb je zo nodig. Jongeman, zegt Frederik, je moet me dat nou niet kwalijk nemen. Ik kan dat nou niet vertellen, want ik sta op het punt te vertrekken. Ik ga een zeereis maken. Een zeereis, de portemonnee. Een zeereis, jongeman, Frederik. Een zeereis, groot oog. Een zeereis, jongeman, de koning. En allemaal willen ze mee. De koffer is te klein. Ik probeer natuurlijk de boot nog een beetje af te houden, maar zonder resultaat. En plotseling vraagt mevrouw de heks, die tot dan toe nog niks had gezegd, die zegt plotseling, hey, jongeman. Ja, mevrouw de heks, de naam. Wat? De naam. De naam. Van het schip. Ja. Wat doet er nou de naam? De naam. En ze wil het weten. Doodse stilte, alle ogen op mij gericht. En ik moet u eerlijk bekennen, ik had zelf ook al een gezond soort wantrouwen tegen de naam van het schip. Maar ik zeg, mevrouw de heks, luister, het schip heet De Zekerheid. Prachtige naam voor een schip, zegt de portemonnee. Zonder zekerheid, mevrouw de heks, vraagt niemand wel, de koning. En mevrouw de heks is het er helemaal niet mee eens. Weer een hele discussie, toestanden opgewonden. En de portemonnee, die wil wel, ja, die wil wel mee. Want ik hoor hem roepen, een zakenreisje is nooit weg. Dus die begint gelijk druk te lobbyen met alle andere familieleden om de meerderheid te winnen. En ik hoor hem tegen Grootoog zeggen, Grootoog. Die niet kan luchten of zien. Die haat als de pest. Kennen jullie trouwens Grootoog? Grootoog is ook een dierbaar familielid. Maar Grootoog heeft een handicap. Grootoog ziet zowel van voren als van achteren. En dan word je op den duur toch behoorlijk labiel van. Dat kan ik u verzekeren. En ik zie de portemonnee tegen Grootoog zeggen. Hé, Grootoog. Wat is? Dat zou voor jou toch ook prachtig zijn? Wat? Op zee. Hoezo? Op zee, Grootoog, is alles. Van voren en van achter precies hetzelfde. Zou het gerustig zijn? Als je Grootoog instemmend knikken en de portemonnee, hij denkt... één keer op zee, een onbewaakt ogenblik en ik donder hem overboord.
En op het moment dat de portemonnee merkt dat de meerderheid voor is, roept hij: meeste stemmen gelden. En daar heeft hij gelijk in. Dus er wordt gestemd. Iedereen voor. Mevrouw de Heks tegen en ik. Ik blanco. Allemaal gaan ze mee. In een grote koffer vast vooruit naar het schip. Maar ik heb gezegd: jongens, luister. Je kunt mee, maar je houdt je rustig. Ik wil deze keer gewoon rustig zijn. Van binnen. Rustig mijn verhaal. En ik wil geen toestanden. Je komt er pas uit als ik de koffer openmaak. Zo zijn we vertrokken. En u begrijpt het al. Het is volledig mislukt. Dus. Mijn verhaal is niet af. Ik ben er nog niet eens aan begonnen. En ik weet niet wat u verder nog van mij verwacht, maar ik hoop in godsnaam niet veel. Nee, luister, als we nou het volgende, ik wil u niet onderin, maar als we nou een pauze houden. Hè? Een hele lange pauze. En dan gaat u rustig iets drinken, u kunt met elkaar praten. Dat is ook één belangrijk facet van theater. U kunt de ander zien en zelf gezien worden. Heel belangrijk facet van theater, in ieder geval voor mij toch. En dan komt u daarna nog eens terug. En als ik u was stamhoofd, als u dan geen stamhoofd wil zijn, moet u dan achteraan gaan zitten. Nou, dames en heren, oh, wacht eens even. Ik herinner me plotseling op dat schip, in de baar van het schip, heb ik nog wel een verhaal gehoord. Zal ik u dat vertellen? Nou luister, het is een verhaal, heel kort verhaal over een Duits jongetje. Een Duits jongetje die, als hij geboren is, Heinrich wordt genoemd. En hij wordt groter en groter, hij is 4 jaar oud, maar tot de grote verbazing van papa en mama spreekt Heinrich geen woord. Geen woord komt er uit zijn mond. En de vader en moeder natuurlijk erg ongerust. Ze gaan naar de dokter en de dokter zegt: meneer, mevrouw, er valt niks aan te doen met het keeltje. Alles is in orde met dit keeltje, het komt ergens anders vandaan. En niemand weet waar vandaan. Hij wordt groter en groter, 8, 9, 10, 11. Nou ja, in ieder geval een grote Duitse jongen. En plotseling tijdens het middageten, papa en mama en Heinrich aan tafel. Plotseling zegt Heinrich: mama, die soep is zo koud. Vader en moeder werkelijk stom verbaasd. En de moeder zegt: aber Heinrich, waarom hast du bis jetzt nichts gesagt? Bis jetzt, mama, alles in orde. En ik kan me helemaal bij de woorden van Heinrich aansluiten. Ja, nee, maar ik wil natuurlijk best iets proberen. Daar gaat het niet om, maar ik weet niet waar het op uit zal draaien. Het zal ook van u afhangen of dat lukt. En zeker van u. Nee, want luister, kijk, als we nou het volgende afspreken. Als u nou belooft uw fantasie een beetje te gebruiken, dan zal ik zorgen dat u hem ook echt nodig hebt. Zullen we dat afspreken? Zullen we dat afspreken? Is dat een deal? Oké, luister dan. Laten we dat dan proberen. Mag ik het touw terug? Mag ik het touw... Zit niemand eraan vast? Oké, zo is het goed. Dan zet ik de kist rechtop. Wacht even. Dit zal de familie niet zo leuk vinden. En dit zullen ze zeker niet zo leuk vinden. Zo. Laten wij dan zeggen, dames en heren... Laten wij zeggen dat deze kist... Dat is het schip. Of gaat het al te ver? Dan moet ik me nou gewoon eerlijk zeggen, van mens tot mens... Wacht maar, ik zal het zelf wel even gaan bekijken. Want u ziet dat natuurlijk toch weer heel anders dan ik. Wacht maar even. Ik zal het zelf wel even gaan bekijken. Allemachtig zeg. Dat is wel een heel mooi decor. Hè? Daar word ik gewoon stil van. Nou begrijp ik waarom u zo stil bent. En met mij erin moet het helemaal fantastisch zijn. Maar oh, wacht eens even. Ik heb plotseling een heel goed idee, een hele goede inval. Want ik kan er nog wel iets aan toevoegen. Dat u helpt voor de verbeelding. Laat ik dat niet... Wacht even, mag ik het touw even terug? Helemaal terug. Helemaal terug moet ik het. Pas op voor het laatste stukje, dat kan vreselijk pijn doen. Zo, wacht. Kijk, dan had ik het volgende idee. Dan maak ik het schip zo vast met een paal dat het aan de kade ligt. Want daar gaan we beginnen, aan de kade. Is dat... Ja, zal ik dat doen of niet? Oké, dat helpt u echt. Goed. Wacht even. Dan maak ik hier een paal. Wacht. Even goed de plek bepalen. Dat is heel belangrijk. Voor de verhouding. Heel belangrijk, de verhouding. Even kijken. Hier. Hier. Ja. Hey, wat is dat nu? Wat is dat nu weer? Er is ook veel hout aangespoeld in het verleden. Godje mijne nou.
Laten we het maar niet doen, dames en heren, want nu stokt het alweer. Nu kan ik alweer niet verder. En dat gaat steeds gebeuren. Want ik heb toch echt gedaan alles wat ik kon. Tenzij iemand van u misschien... Dat is natuurlijk wel een hele goede inval. En meneer, mag ik u zeggen, u zit eigenlijk op de uitgerekende plaats daarvoor. Wacht even. Dan leg ik dat touw gewoon om uw nek. Hè? Het is gewoon, laat ik zeggen, gewoon voor de mensen, hè? Voor de verbeelding. Dat ze dan beter kunnen snappen wat er is gebeurd. Hè? Ligt dat zo? En u moet niet bang zijn, het doet geen pijn. U moet niet denken dat ik u belachelijk wil maken. Want dat wil ik echt niet. Nee, echt niet. Maar dat neemt u toch eigenlijk min of meer vrijwillig op u. Dus, En misschien, meneer, ik durf het u niet te beloven. Maar misschien dat er verderop in het verhaal voor u nog wel een briljante rol is weggelegd. Zo. Laten wij dan zeggen, dames en heren, dit is het begin. Zo lag het schip aan de kade. En die ochtend dat ik ga vertrekken, bel ik nog mijn moeder... om tegen mijn moeder te zeggen dat ik op zeereis ga. Want ik denk, dan bel ik één mens op, dan weet gelijk mijn hele familie het. Nou ja, mijn uiterlijke familie. Dus ik zeg, hallo moeder, hallo jongen. Moeder, ik heb niet veel tijd. Wat is dan? Moeder, ik ga een zeereis maken. Oh jongen, wat prachtig. Ja moeder, en ik ga ook een heel mooi verhaal maken deze keer. Een verhaal over een liefdesverhaal. Oh jongen, man, je moet wel even langs de apotheek. Hoezo moeder? Nou, en ze zegt voor je zeeziektepil. Ik zeg, moeder, stel je nou niet zo. Nee, zegt ze. Jongen, luister, als kind, als ik jou in slaap wiegde, dan werd je misselijk. Dus langs de apotheek. Want de moeders kennen de zonen nog beter dan ze zichzelf kennen, dus langs de apotheek. En het is vreselijk druk bij de apotheek. Nog drukker dan bij de groenteboer, dus ik ben veel te laat. Het schip zal al bijna vertrekken. Ik zal het u precies laten zien hoe het ging. Wacht maar. Dan kom ik aangelopen. Allemachtig. Ik moet opschieten, die stomme pillen. Hoe komt ze er nog bij? Nee, wacht even. Het was anders. En oh ja, ik had ook een tasje bij me. Ik had een tasje bij me. Want zonder tasje voel ik me vreselijk naakt. Zonder tasje voel ik me niet echt een man. Heeft een van de dames misschien even een tasje voor me? Heeft een van de dames misschien even een tasje voor me, alsjeblieft? Een mooi tasje wat bij me... Wat? Wat, zegt u? Nou, dat vind ik wel een lellebel van een tas. Een beetje een mooie tas. En dat vind ik ook een klein hoftasje. Een beetje een tas. Hè? Heeft niemand een mooie tas? Wat is dit? Nou, dit is goed of niet, hè? Zeg, zoon. Nou ja, wat is het precies? Goed. Nee, maar mevrouw, u hoeft niet bang te zijn dat ik het openmaak, hoor. Maar weet u wat nou zo vervelend was voor mij persoonlijk ook? Echt verschrikkelijk. Verschrikkelijke ervaring. Toen ik een keer bovenop dat schip stond, viel dat tasje vanzelf open. Maar ik zal u dat precies laten zien hoe dat ging. U zult werkelijk versteld staan van wat er allemaal in je eigen tasje zit. Je zult roepen, dat is mijn tasje niet. Nou, dan is het toch ook geen probleem, of wel? Huppelakee, wegwezen. Huh? Oh, wacht even. Eerst, Frederik, ja. Frederik, zou jij misschien de scheepstoeter kunnen spelen? Ja, oké. Dat maakt het nog echter en bovendien, het is heel belangrijk, de familie, hè. Beetje in betrekken is heel belangrijk, anders voelen ze zich vreselijk geïsoleerd. Dan heb ik morgen vreselijke last met ze. Oké, dan kom ik aan. Opschieten. Allemachtig. Ik ben veel te laat. Stomme rotpillen. Ik moet opschieten. Ah, het schip ligt er nog. Oh nee, dames en heren. Neemt u mij niet kwalijk, maar het gaat echt niet. Nee, echt niet. Echt, ik stop. Het gaat niet. Echt, het gaat niet. Nee. Want mijn moeder was daar ook. Mijn moeder was daar ook. En u zult misschien zeggen, doe het dan zonder moeder. Maar zonder moeder gaat dat niet. Zonder moeder was ze niet eens begonnen. Dat willen ze ons wel doen geloven, maar zonder moeder gaat het niet. Hier beginnen nu wat harten sneller te kloppen. Zou iemand van u misschien mijn moeder kunnen zijn? Ja, zou ze, mevrouw, u trekt nogal de aandacht. Zou u misschien mijn moeder kunnen zijn? Je wil het zijn? Oké, kom vlug dan, hup, opschieten!
We hebben geen tijd te verliezen. Kom, kom! Kom, moeder, luister. Luister. Luister, probeer je te beheersen, oké? Probeer. Nee, alsjeblieft. Je moet je beheersen, oké? Het is erg belangrijk dat je niet al te zeer uit... Hè? Je bent gewoon rustig, oké? Oké, rustig, relax. Hè? Relax, man, rustig. Luister, mijn moeder stond hier en dat had je zeker niet gedacht, hè? Dat je nog zo jong zo'n beroemde zoon zou krijgen, hè? Iemand die helemaal alleen door zoveel mensen een hele avond bezig gehouden kan worden. Dat is toch fantastisch? Want luister, die meneer, hè, ik heb hem net al zien zitten, maar die meneer daar met die bril die mij nou zo aankijkt, met zijn snor, met zijn, nou ja, wat voor kleur truitje het ook is. Die meneer, hè, die zou heel goed mijn oom Harry kunnen zijn. Want mijn hele familie was gekomen om me uit te zwaaien. En ook oom Harry. Blijft u rustig zitten? Wat zullen we nou beleven? Alsjeblieft, oom Harry, blijf zitten waar je zit. Blijf rustig waar je... Want luister, mijn rijke oom, altijd heel welwillend gelijk opstaan. Wat is er? Precies, oom Harry. En luister, maar stinkend rijk. Echt waar, stinkend rijk. Heel erg aardig. Luister, moeder, we spelen het volgende. Ik kom aangelopen. Je ziet me. Je bent erg ongerust. Waarom komt u nog niet? Je ziet me en dan gaat de rest vanzelf. Oké? En ik heb een hele goede relatie met mijn moeder, hè? Dus... Oké, dan kom ik aan. Mijn vis is te laat. Ik moet opschieten, die stomme rotpillen. Ah, moeder. Doe nou een beetje... Hallo, jongen. Doe nou. Nee, luister, we zullen het even oefenen. Oké, kom, luister. Luister, doe nou rustig. Je kunt het. Je ziet mij. Je denkt, je moet het ook een beetje inleven. Hè? Je ziet mij. Je denkt, mijn zoon. Handen gaan omhoog. En je zegt, jongen, oké? En dan loop je op me toe. Oké. Nog één keer. En paal, als ik langskom, niet stiekem uittrekken. Oké, dan kom ik aan. Oh, moet opschieten. Stop maar op, pillen. Ah, moeder. Moeder, we vergeten nog één ding. Ik vond het erg gek wat je deed. Luister nu, rustig. Luister, dus we doen nog één keer, maar je moet rustig zijn. Anders gaat het niet, dan kun je mijn moeder niet zijn. Dus je ziet mij, je zegt nog een keer, jongen, dan stop ik. En dan zeg je, heb je je... Dat schreeuwde ze over de kade. Heb je je pillen ook bij je? En mijn hele familie was doodstil. Oké, dan kom ik aan. Alle macht er nog aan toe. Opziet die stomme rotpillen. Ah, moeder. Jongen! Wat sta je nog even te doen? Doe je niet meer? Wat is dit nou weer? Ze doet het niet meer! Dat vind ik wel heel erg gemeen, vindt u dat nou ook niet? Zo heb je een moeder en zo heb je ze niet meer! Zo oud is ze nou ook weer niet. Maar dan moet ik toch iemand anders hebben die dat overneemt? U daarboven, zou u er niet voor voelen? Spring naar beneden! Kijk, mevrouw, zou u misschien mijn moeder kunnen zijn? Het is heel gemakkelijk. Kom, ik zal het u zeggen. Kom vlug. We hebben geen tijd te verliezen. Nou, luister. U heeft haar pogingen al gezien, hè? Ja. Nou luister, je ziet me, je roept, heb je je pil ook bij je, het gaat vanzelf, wacht even. Dan kom ik aan, oké, huppelakee. Wat een vreselijk laat, die stomme op pillen. Haar moeder. Heb je je pillen bij je? Je moet over mijn pillen, moeder. Kom nou even. Ik ben veel te laat, ik moet opschieten. Mijn pillen? Och jeetje. Heb ze nou wat? Ik even kijken, ik geloof het wel. Ja, ze zitten erin, moeder. En er zit nog veel meer in. Alle macht er nog aan toe. Ik moet eventjes zo vreselijk... Ik ben zo vreselijk opgewonden van deze reis. Hè? Nou, dan gaan we. Oké. Dag. Daar staat. Dag. Heel leuk dat je er even was. Zo kort, maar krachtig. Oké, dag. En moeder, we vergeten nog één ding. Moeder, we vergeten nog één ding. Want je gaf me ook nog 10 gulden. Of heb je dat niet? Nee, maar mijn moeder had het ook niet. Ze had het ook niet, maar ze leende dat van oom Harry, snap je?
Om Harry 10 gulden! Doe nou! Heb je er niet? Heb je er niet? Krent dat je bent! Nou, daar zit er toch echt niks anders op, ik bedoel. Oké, 5 gulden. Ik moet wat rijst hebben, wat zakgeld, snapt u? Oké. Dag, moeder, dag! Dag, familie, dag! In het schip. Alle macht er nog aan toe. Wat een prachtig schip, zeg ik. Wat een te gek groot schip. Goh, fantastisch groot schip. En ik had nog tegen mijn moeder gezegd: moeder, ik kom nog even boven, even uitzwaaien op het dek, maar ik kon nergens de trappen vinden. Ik zeg, waar zijn die nou toch die? Oh, kijk nou toch. Dit is een heel modern schip. Oh, kijk, hier is een lift. Moeder, ik kom boven. Ik kom boven, niet weglopen. Ik kom boven. Nou ja, modern. Modern is wel anders. Dit is nog echt een schip waar nog heel veel aan de passagier zelf wordt overgelaten. Maar toen ik dan uiteindelijk, dames en heren, boven op dat grote, grote schip stond, toen voelde ik me zo'n klein mannetje. Ja. Goh, fantastisch, zei ik tegen mezelf. Nu gaat het leven beginnen. Nu het avontuur tegemoet. De liefde. En juist gerekend op dat moment viel dat tasje open. Ik zal het u precies laten zien. Wacht even. Ik weet niet hoe het kwam, mevrouw, maar het was ook zo'n tasje wat ik had met een rits. En in de lift was het waarschijnlijk achter een haakje blijven haken. En ik had helemaal niet in de gaten dat ik zo aan dek stond. Dus ik buk heel diep. Het spijt me, mevrouw, maar wie A zegt, moet ook B zeggen. Dus ik... Nee, hoeft niet bang te zijn dat ik dat doe, hoor. Nee, natuurlijk niet, want mijn hele familie ging staan om te zien wat er allemaal in mijn tasje zat. En mijn pillen vielen natuurlijk tussen het wal en het schip. En gelijk komt er zo'n etter van een meeuw en vreet in één keer al die pillen op. En bij een meeuw maakt het toch een heel ander effect, dat kan ik u verzekeren. Maar hoe kom ik nou aan een meeuw? Hoe kan ik u dat nou laten zien? Nou, misschien ook maar beter dat ik hem niet heb. Want toen die meeuw die pillen had opgegeten, ging hij gelijk daarna boven op de paal zitten. Dus het is misschien maar beter dat ik hem niet heb. En toen riep de kapitein, trossen los! En misschien, ik weet niet waarom, door mijn formaat werd ik ook gedacht dat ik erbij hoorde. En ik maakte de touwen los. En toen, dames en heren, begon het schip te bewegen. Eerst zachtjes, maar het bewoog. En mijn moeder riep, oh jongen, nou zul je wel misselijk worden. En ja hoor. God. In geuren en kleuren. En het schip was nog niet eens vertrokken. Jeetje, dit is niks voor mij. Ik moet gewoon thuis. Toen dacht ik het al, thuis moet ik mijn verhaal maken. En ik ren naar beneden. En naar beneden gaat natuurlijk altijd veel sneller dan naar boven. Maar te laat. Want de kapitein riep al, motoren op volle kracht. En dat gebeurde ook. Langzaam maar zeker begonnen de motoren te draaien. Ik dus de hele tijd naar! Maar het gekke is, na een tijdje hoor je dat gewoon niet meer. En de dagen die daarop volgden, u weet maar half in wat voor een erbarmelijke toestand ik die heb moeten doorbrengen. Het was een verschrikking werkelijk. Ik had echt momenten dat ik dood wilde. Meneer heeft zich al bevrijd van uw vreselijke last. Doet u het alstublieft. Voordat u het prettig begint te vinden. Want een mens went aan alles. Dat is het grootste drama. Ach, hoe moet ik u dat nou uitleggen hoe dat ging? Dan was ik een patrijspoort. Heeft iemand van u misschien een zaag bij zich? Dan moet ik dan alles bij me hebben. Of wacht even, dat kan ik natuurlijk doen. Dan plak ik hem hier gewoon, vast. Oké, klaar, huppakee. Hè? Is dat de patrijspoort? 1, 2, 3, tak. Fantastisch, klaar. Nou, de fantasie begint nou echt te werken.
Nou nog een beetje water en dan kan ik het u perfect laten... Water, haha, genoeg water. Oh nee, wacht even. Meneer de brandweerman. Meneer de brandweerman, mag ik misschien even uw emmertje lenen? U kunt trouwens gerust naar huis toe gaan hoor, meneer de brandweerman. Dan komt hij vanavond echt geen brand meer. Hé, ga maar naar huis. Ga de hele boel onder water zetten, ga nou maar. Hele aardige brandweerman, een beetje een zwijgzaam type, maar heel aardig. Laten we eens kijken, dan maak ik dat water hier vast. En dat water daar vast. En nou de truc van de wonderbaarlijke watervermenigvuldiging. Een prachtig plasje helder, stromend water. En nou, dames en heren, moet ik een man en een vrouw, u meneer en u mevrouw, zou u me even kunnen helpen? Als u nu even hier gaat staan, u meneer aan die kant en u mevrouw aan die kant, gaat u maar daar beneden. En dan maakt u zichzelf een beetje kleiner, hè, dat de mensen mij goed kunnen zien, want daar is het om begonnen. En dan ga je heel mooi wapperen. Mevrouw, heel goed vasthouden en wapperen. En meneer, het zou prettig zijn als je probeert niet te overheersen. Gewone. De ene golf helpt de andere. Mooi in het licht wapperen, wapperen. Het was een woeste zee. Woest, woest. Beetje meer naar die kant, meneer. Een beetje meer naar die kant. Ja, wapperen. Woest, ja, heel. En ik was zo ziek. Ik zei, ik moet naar mijn hut. Ik moet naar mijn cabine. En werkelijk, dames en heren. 3 dagen en 3 nachten heb ik mijn hoofd boven water moeten houden. 3 dagen en 3 nachten heb ik werkelijk met de vissen gepraat. Ze hingen aan mijn lippen en haalden de woorden uit mijn mond. Want de ene zijn dood is natuurlijk altijd weer de ander zijn brood. En toen na 3 dagen en 3 nachten werd de zee plotseling heel erg kalm. Hij ging liggen. Hij ging heel mooi in het licht liggen. En jullie gingen zitten. En toen ik weer tot mijzelf kwam, was ik mijn verhaal over de liefde weer helemaal vergeten. Ik had wel wat anders aan mijn hoofd. En ook mijn familie was ik volkomen vergeten. Ze hadden werkelijk geen krimp gegeven zoals afgesproken. En toen ik dan ook de koffer opendeed, was het wel alsof de doos van Pandora voor de tweede keer werd opengemaakt. Onder leiding van de portemonnee bevolkte ze het hele schip. Ze zaten overal op en onder. De portemonnee onmiddellijk naar de baar. En die 5 gulden van oom Harry joeg hij er in 1 avond doorheen. Hij werd onmiddellijk verliefd op een portemonnee. Want ik hoor Frederik nog zeggen, bij portemonnees en bij portemonnees is het altijd zo snel gebeurd. Bij portemonnees en bij portemonnees is dat altijd in een knip gebeurd. En Frederik zelf, ach, die staarde steeds maar in de lucht. Want de gedachte dat zijn vrouwtje nu vliegend op weg was naar het noorden en hij per schip naar het zuiden ging, maakte hem bijna gek. En Grootoog, arme Grootoog, Grootoog staarde steeds maar in de zee. En toen dan eindelijk op een avond ik dacht dat al mijn familieleden sliepen, en zelfs mevrouw de heks en meneer de koning niet met elkaar spraken, pakte ik mijn typemachine en ik wilde de eerste letter van mijn verhaal aanslaan toen er plotseling op de deur werd geklopt. Ja? Wat is er? Meneer, kom snel! Wat is er dan? Er is iemand niet goed geworden! Iemand niet goed geworden? En in één keer herinner ik me dat ik die avond Grootoog nog niet heb gezien. Ik denk, waar is Grootoog? En Frederik? Ja, waar is Grootoog? Ah, Grootoog? Oh ja, die wilde nog even op het dek blijven. Op het dek? Ja. Hij riep steeds, actie, actie. Actie, ja! En ineens begrijp ik het. Grootoog in actie. Daar kan niet veel goeds van terechtkomen. Ik kom! En ik ren naar boven. En die lift gebruikte ik natuurlijk al lang niet meer. En toen ik boven op dat dek kwam, toen zag ik wat er werkelijk aan de hand was. Grootoog zat boven in zo'n vlaggenmast. Hij had de scheepsvlag eruit gehaald en er een eigen vlag ingehangen, waar hij met overspannen letters op geschreven had. Verandering. Ik loop naar de mast toe en ik roep zijn naam, maar hij hoort het niet. Hij is in alle staten, de schuimvlokken komen uit zijn neus. Op dat moment wordt er op mijn schouder getikt. Ik kijk om, het is de kapitein. Hij zegt, is die van u? Nou ja, van mij. Hij hoort bij mij. Haal hem eruit of we schieten hem eruit! Zeg maar, wat zullen we nou hebben? Weet u wel wat hij zegt? Nou, rustig nu, wat zegt hij dan? Hij zegt dat wij van richting moeten veranderen! Ik zeg, nou, dat is toch niet zo erg? Dat zeggen er wel meer. Hij zegt dat wij, ik, mijn schip, de zekerheid, vaar over de tranen van de wereld. Over de...
En ineens begrijp ik het. Als een gestaar in dat water heeft gemaakt dat Grootoog langzaam maar zeker in de zee de tranen van de wereld is gaan zien. En iemand die dat ziet, die wordt gek. Grootoog, nee! En werkelijk op dat moment stromen de tranen aan weerskanten uit zijn ogen. En ineens herinner ik me zijn moeder, mevrouw de heks, die nog beneden in de cabine slaapt en van niets weet. Ze komt onmiddellijk als ze hoort dat haar zoon in ernstige moeilijkheden is. En als ik met mevrouw de heks boven op het dek kom, hebben zich daar inmiddels allemaal mensen verzameld die Grootoog beginnen te jennen om eruit te springen. Ik roep, dit is zijn moeder, omdat ik weet dat dat altijd indruk maakt. En ik loop met mevrouw de heks heel langzaam naar de mast. Zij kijkt naar boven, ze roept zijn naam. En hij, Grootoog, hij hoort het onmiddellijk. Hij kijkt en zegt, moeder, moeder. Kom maar jongen, kom maar rustig. Kom. Kom. Ik hou van je. En tot mijn grote verbazing wordt Grootoog kalm. En glijdt na een poosje als vanzelf langs de mast naar beneden. En met Grootoog op mijn linkerhand, mevrouw de heks op mijn rechterhand, baan ik mij een weg door de menigte die onbevredigd afdruipt. En die avond hebben wij, mijn familie en ik, voor het eerst sinds lang weer één familie bij elkaar gezeten in onze cabine rond Grootoog. Zelfs de portemonnee begreep het. Maar hij zou gelijk krijgen. We hadden van richting moeten veranderen, want die nacht nog barstte de hel los. We waren in elkaars armen in slaap gesukkeld, maar we werden gewekt door de stem van de kapitein die riep, alle bagage naar boven. Frederik de Vogel schrok wakker uit zijn slaap en riep, zijn we al in de haven? De portemonnee lachte zenuwachtig. En toen ik uiteindelijk onder geruststellende woorden mijn hele familie in de koffer had gedaan en alles boven op het dek had gebracht, zag ik wat ze werkelijk van plan waren. Op een bevel van de kapitein, Werping, kwamen toen ineens van alle kanten de matrozen op de mensen af. En toen gooiden ze alles overboord om het schip te ontlasten. En ze kwamen natuurlijk ook mijn kant op. En ik probeerde mijn koffer nog zo goed en zo kwaad als het ging te verbergen. Maar dat lukte natuurlijk steeds maar gedeeltelijk. Toen brak ook in de kist pas werkelijk de hel goed los. Zelfs mevrouw de heks hield er niet langer. Ik hoorde ze roepen en schreeuwen als kleine kinderen. En ze verdwenen in de golven. Ik heb toen getwijfeld, dat is waar. Maar niet lang. Want ik dacht, het is beter met twijfel de overkant te halen dan met de zekerheid naar de sodemieten te gaan. En ik sprong er achteraan, maar ik sprong stom genoeg in een verkeerde golf. Dan was de familie boven en dan was ik weer onder. En toen ik uiteindelijk boven op de kist was geklauterd, voelde ik mij gered. Ik keek om naar het schip. Aan de reling stond nu plotseling een kind. Het zwaaide. En ik. Ik zwaaide terug. Ik vroeg mij wel af, zouden de kinderen werkelijk de toekomst hebben? Hé, hey. Daar staat weer een man. Dezelfde. Hij gooit nu allemaal suiker in de zee. Vast en zeker een optimist. Zal wel weer meevallen, hè? Zal wel weer meevallen. Een storm in een
emmer water. Ik ga even iets te drinken halen. Portemonnee? Ja. Ga je mee? Ja. Papa, papa! Ik ben jouw papa, niet. Ik zal ook iets voor u meebrengen. U zult na al dat gepraat ook wel een droge keel hebben. Frederik, pas goed op elkaar, hè? Hey. Ik ben zo terug. Pas goed op elkaar, blijf bij elkaar. Ga niet alleen op stap, ik ben zo terug. Want er kan best nog eens een zandstorm komen, Frederik. Ik ben zo terug. Dames en heren, ik ben dan zeer verheugd u mijn vriend en metgezel Groot Oog aan te kondigen. Groot Oog, dames en heren, die zoals u alle weet zowel van voor als van achteren kan zien. En als u dat zelf als onprettig ervaart, heeft hem dat in de loop der jaren natuurlijk toch een behoorlijk aantal indrukken opgeleverd. En daarom, dames en heren, ben ik ook zo blij dat Groot Oog voor u een lied wil zingen. Een lied, dames en heren, over de zee. Hij heeft als titel aan dit lied gegeven: O Oceaan. Dames en heren, maak u hartelijk een warm applaus voor Groot Oog! Ik kan het! Ik kan het! Dames en heren, de artiest twijfelt nog enigszins aan zichzelf. En daarom wil ik u het volgende voorstellen. Ik zal tijdens zijn optreden hier achter de gordijntjes blijven staan om hem in ernstige moeilijkheden een hart onder de riem te kunnen steken. Laten wij dus zeggen, dames en heren, een hartelijk applaus voor Groot Oog! Ik wil voor u zingen. Het refrein is als volgt. Het is namelijk de bedoeling, dames en heren, dat u dat refrein zingt. U moet het zingen zonder te lachen. Niet alleen met uw keel, maar vooral met uw hart. Dames en heren, stilte. O oceaan, de golven beuken op mijn ziel. Eeuwig draait het grote wiel. Al mijn tranen stromen in jouw schoot. O, oceaan van verdriet en dood. De golven kabbelen op mijn lijf. Ik wil dat ik in extase blijf. Kun jij dit niet altijd geven? O, oceaan van geluk en leven. De golven stromen door mijn hoofd. Als kind heb ik zoveel geloofd. In woorden ben jij nu niet te vangen. O, oceaan van liefde en verlangen. O, golven, sta nu even stil. Totdat ik weet wat ik wil. Gun ons nog eventjes de tijd. O, oceaan van eeuwigheid.
Lopend langs het strand kwam ik weer een man tegen. Hij stond nu met zijn rug naar de zee toe en luisterde met een schelp aan zijn oor. Ik hoorde hem roepen, ik hoorde zee, ik hoorde... Ik dacht, hem zal ik ook niks vragen. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. Heeft iemand van u misschien een kurkentrekker? Of ik zal u ook niks meer vragen. Pietje de Rups, Pietje, kan jij misschien even deze fles openmaken? Dat is voor jou toch een kleine moeite, jongen. Maak hem even open, hè? Goh. Heel goed, Piet, dank je. Hé, hey, is plotseling een heel ander merk geworden. Wat is dat? Wat is dat? Ah, nou snap ik het. Mijn achtervolgingsabonnement. Weet je, die weet je ook snel te vinden. Maar goed, eventjes ontspannen. Eventjes ons... Vannacht is het schip de zekerheid met man en muis vergaan. Alleen een kind wist zich bovenop een koffer drijvend te houden. En werd uiteindelijk gered. Alleen een... Maar mijn moeder leest natuurlijk ook dit bericht. Ze zal denken dat ik dood ben. Ik moet mijn moeder laten weten dat ik nog leef. Ik moet mijn moeder een bericht... Ik moet mijn moeder... Kan ik je ergens bellen? Ik moet even... Nou zeg, nee. Sta ik hier al de hele avond naast een telefooncel en zie ik dat niet. Dat is toch werkelijk... Ongelooflijk. Kijk. De PTT heeft het weer gezellig ingericht. Een beetje vandalisme zou hier wel op zijn plaats zijn. Even kijken. Nou, heb ik een... Ja, hallo? Hallo? Nee, ik ben het. Wat? Nee, moeder, nee. Nee, ik ben op een hele wonderlijke manier gespaard. Ja, nou, het was tijdens een storm, moeder, werd ik tegen de kust geworpen. Ja, moeder, en ik had gelijk al het gevoel dat er allemaal mensen naar me zaten te kijken. Ja, en dat was ook zo, maar toen ik mijn hoed boven een zandhoop uitstak, moeder, bij de derde keer, eerst mijn hoofd en toen mijn hoed daarnaast, toen was het ijs eigenlijk al gebroken. Wat? Nee, het zijn hele aardige mensen. Maar ik kan nu niet langer praten, nee. Want ze zitten hier namelijk mee te luisteren. En het zijn hele aardige mensen, moeder, maar ik moet ze voortdurend bezighouden. Ja, goed, ik kom... Wat? Oom Harry? Ach. Ja, zeg dan maar tegen oom Harry, moeder, dat we hier op zijn gezondheid nog wel iets zullen drinken. Ja, goed, ik... Ja, ik kom zo snel mogelijk. Ja, dag, moeder, dag. Oom Harry, ach. Al 12 uur. Maar de familie moet nodig gaan slapen. Ze zijn veel te lang op. Dit wordt morgen niks. Allemaal op jullie plaatsen. Zal jullie even toedekken. Allemaal op jullie plaatsen. Even kijken. Pietje de Rups. Waar ben je? Pietje. Pietje, waar ben je? Ah, daar zit je. Oké. Okay. Allemaal mooi daar. Nou, eens even kijken. Frederik, kom jij maar. Ja, kom maar. Dan kijk je opgewonden, Frederik. Ja, wat is er dan met je? Nou, stel je nou voor dat mijn vrouwtje ook in een kootje terecht is gekomen. En dat ze daarom niet kan terugkomen. Ja. Dan zouden haar vleugeltjes ook afvallen. Ja. En dat doet zo vreselijk pijn. Vooral naar de hand. Maar luister, Frederik. Als wij dat kootje nou zouden vinden, hè. Ja. En we zouden jouw vrouwtje bevrijden. Ja. Dan zouden jullie daarna precies aan elkaar gelijk zijn. Ja. Dat zou toch fantastisch zijn. Ja. Nou, denk daar maar aan, hè? Ja. Oké. Okay. Ga maar lekker slapen. Ja. Ja, zou fantastisch zijn, ja. Ja, fantastisch. Oh, golven, sta nu even stil. Totdat ik weet wat ik wil. Gun ons nog eventjes de tijd. Oh, oceaan van
eeuwigheid. Grootoog. Grootoog, luister. Heb nou maar vertrouwen, hè? Ik sta achter je. Ga lekker slapen, hè? Ga lekker slapen. Papa, papa! Ik ben jouw papa, niet. Nou, portemonnee, zorg jij in vredesnaam voor je eigen kind. Papa, papa, papa! 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 Ik kom. Ik kom. Wat is er? Maar papa, kun je misschien ook een verhaaltje vertellen? Een verhaaltje? Ja. Zodat jij lekker slapen kunt. Ja. Zodat jij geen enge, boze dromen hebt. Ja. Aha. Nou, luister goed. Ja. Er was eens een land. Ja. Met een heleboel kleine portemonneetjes. Ja. En die kleine portemonneetjes werkten heel erg hard. Ja. Ze waren soms gelukkig. Ja. En soms ongelukkig. Ja. Zeg niet steeds ja. Nee. En toen kwam er op een dag... kwam er een hele grote portemonnee. En die grote, grote portemonnee hield zoveel van al die kleine portemonneetjes. Hij at ze allemaal in één hap op. En de vlug naar bed, hup slapen. Jongeman, ja meneer de koning, waar is mevrouw de heks? Mevrouw de heks, meneer de koning, die slaapt in de palmboom. Is dat niet veel te ver van de familie vandaan? Ja, misschien wel. Nou, ik zal het wel even vragen. Gosje, man. Mevrouw de heks. De koning zegt dat u beter in de kist kunt komen slapen, dat u veel te ver van de familie vandaan bent. Nee. Meneer de koning. Ah, zal ik dan de kist onder de boom zetten? Wacht maar. Mevrouw de heks, zal ik de kist... Of wacht, dat kan natuurlijk ook. Goed, allemaal slapen. Allemaal slapen. Mevrouw de heks. Ja. Kom eens. Wat is? Kom eens. Die heeft toch altijd gezegd, mevrouw de heks, om te dansen kan ik u altijd wakker maken. Ja. Mevrouw de heks, als ik hier mijn verhaal over de liefde niet kan maken, waar kan een mens het dan wel? Ik weet ook al een hele mooie naam. Voor mijn verhaal. Hoe dan? Ik noem mijn verhaal, mevrouw de heks. De geliefden. Als de nacht valt, valt hij altijd ineens. Zullen we het opschrijven? Wat u wil, mevrouw de heks. Anders vergeet je het, wat u wil. Ja, doe maar. Mevrouw de heks, de koning, hij vraagt steeds naar u. Mevrouw de heks, de koning, hij verlangt werkelijk naar u.
Mevrouw de heks, hij heeft u werkelijk nodig. Mevrouw de heks. U slaapt nog steeds niet, meneer de koning. Wat wilt u nou eigenlijk? Wat wilt u nou eigenlijk, meneer de koning? Ik wil spreken met mevrouw de heks. Dan moet u dat haar maar zelf vragen. Mevrouw de heks. Ja? Ik wil met u spreken. Gaat u zitten. Dank u. Vinden jullie het goed als ik erbij blijf? Mevrouw de heks. Ja? Tijdens deze zeereis, als wij met elkaar spraken... Ja? Dan was er steeds, mevrouw de heks, een moment waarop wij niet verder kwamen. Ja? U, mevrouw de heks, u zei dan altijd... Koning, het verstand is als een mot. Wat bedoelt u daarmee? Dit laat mij niet los. Het verstand, koning, is altijd bezig om te proberen alles te begrijpen. Ja. En het verstand zou het verstand niet zijn als het die strijd zou opgeven. Ja. En daarom, koning, wordt er vaak gezegd, het verstand is als een mot. Maar al deze dingen, de liefde, als een kaars. Want hoe vaak de mot... zich ook bezeert en pijn doet. Hij kan niet laten rond die kaars te fladderen. Ja. Maar als die dan uiteindelijk in de kaars vliegt... wordt hij door het vuur verteerd. Pas dan. Niet eerder. Pas dan. Mevrouw de heks. Mevrouw de heks, wilt u vannacht, deze nacht, bij mij slapen? Hé, familie, daar staat weer een man. Familie, ach, kijk, familie. Deze man heeft zich nu uiteindelijk omgedraaid. Hij kijkt nu uit over de zee. Hij staat stil, familie. Al is het maar voor één moment. En daarom, familie, daarom ziet deze man dat alles voortdurend verandert. Hem zal ik ook niks vragen, familie, omdat ik zijn antwoord al weet. Deze manfamilie zal vast en zeker, net als de dichter, zeggen: de liefde is als de wind. Maar de portemonnee zal natuurlijk wel weer zeggen: van de wind. Ach, familie. Jullie slapen al, hè? Tegen wie zit ik toch altijd zo te praten? Familie, jullie slapen al.
Morgen, familie, morgen. Ik kan het nu toch niet langer uitstellen. Morgen, familie. Ik beloof het jullie. Morgen begin ik aan mijn verhaal. Morgen. Op Oudejaarsdag om 16:55 presenteert de VPRO de familievoorstelling van Jozef van den Berg, Het geluk van morgen.